Hallo, dit is Hugo. Hier volgt een uitleg over het gebruik van het tekenprogramma XFIG dat toelaat om kwalitatief hoogstaande elektronische schema's in vectorformaat te tekenen. Eerst iets over de installatie van XFIG onder Linux. De complete uitleg daarvoor kunt u ook terugvinden op deze website. De belangrijkste installatieinstructies ziet u ook hier. Het is niet meer dan 2 keer een apt-install opdracht uit te voeren om een aantal pakketten te installeren. Dit zijn de bedoelde 2 apt-install opdrachten. Aangezien we ook graag Europese elektronica-symbolen ter beschikking hebben, installeren we bijkomend een door ons gemaakte bibliotheek. De instructies daarvoor staan ook op deze slide. Het komt erop neer dat u de bibliotheek downloadt met het wget-commando en vervolgens een tarball uitpakt. Dit is het bedoelde wget-commando en het uitpakken gebeurt met dit tar-commando. Daarna herbenoemt u de originele elektronische bibliotheek met enkel Amerikaanse symbolen die bij XFIG hoort, zodat u die steeds nog ter beschikking hebt. Dus dat gebeurt hier met het move-command, mv. Daarna gaan we de nieuwe bibliotheek met Europese symbolen op de juiste plaats zetten met het copy-commando. Dat gebeurt hier. En tenslotte gaan we onze .bashrc-file aanpassen met een editor naar keuze. We stellen voor om Nano daarvoor te gebruiken. Wat we toevoegen is een regel met een alias die het commando xfig omzet naar xfig-enc. Dus dit lijntje wordt toegevoegd aan onze .bashrc. Dit is nodig omdat de elektronica-bibliotheken gebruik maken van imperiale eenheden, inches meer bepaald. Dus indien we deze maatregel niet zouden treffen, dan zouden de aansluitingen van de componenten niet meer netjes op het raster binnen XFIG vallen. Dat zou dan problemen geven bij het verbinden van de componenten. Als u de .bashrc aangepast geeft met de alias, dan kunt u die best activeren voor deze sessie door gebruik te maken van het .commando. Dit betekent dat u als commando opgeeft .spatie.bashrc. Dus op deze manier is de alias die u daarnet toegevoegd heeft actief in de huidige sessie. Laten we XFIG nu opstarten. We openen daarvoor een terminal door het commando Alt F2 gevolgd door RxVT. Het opstarten van XFIG gebeurt door XFIG in te tikken. We maximaliseren ons venster en het eerste wat u doet is een grid of raster instellen. Daarvoor gaat u naar grid mode die default op non staat, aanklikken en u kiest voor het fijnste raster. Het is dan een goed idee om met behulp van view eenmaal in te zoomen. Dit werkt net iets handiger. De componentenbibliotheken hebben als icoon een plankje waarop boeken gestapeld zijn, met de aanduiding Place a Library Element. Klik daarop. Ga naar Electronic, meer bepaald naar Schematic. En u ziet een aantal elektronica symbolen, waaronder dus ook een aantal typisch Europese, zoals bijvoorbeeld de elektrolytische condensator of de Europese weerstand hier die we nu gaan selecteren. Dus merk op dat de laatste keuze behouden blijft, wat handig is. U kan ook voor het plaatsen roteren door de R-toets in te tikken. En stel dat we een nieuwe component willen plaatsen, dan gaan we terug naar de bibliotheek. En we kiezen bijvoorbeeld voor een spanningsbron. En dan wensen we ook nog een Europees massasymbool te plaatsen. Dan kunnen we overgaan naar het bedraden.
Dat doen we door middel van de polyline drawing. Dus merk op dat automatisch gebruik gemaakt wordt van het raster, wat uiteraard zeer handig is. We kunnen ook tekst toevoegen. Daarvoor klikken we op de T van tekst. Bijvoorbeeld, dit is R1, dit R2 en dit R3. Maak u geen zorgen over het uitzicht van deze letters, want ik zou zelfs aanraden om de tekst die u in XFIG aanbrengt zelf heel eenvoudig te houden. Naderhand kunt u die tekst immers in LaTeX door middel van de package PSFrag vervangen door de meest ingewikkelde LaTeX syntax die u maar kunt wensen. Daarvoor hoeft u dan niks meer in uw XFIG schema aan te passen. We saven het schema eerst in XFIG formaat. En ik geef bijvoorbeeld op als naam weerstanden. .fig, dat is de default extensie. Nu gaan we telkens het schema ook exporteren in EPS formaat. Daarvoor gaat u terug naar File, Export. En u ziet dat default reeds de keuze gemaakt werd door XFIG om EPS te gebruiken. Dus er wordt default voorgesteld om weerstanden.eps aan te maken. En dat is ook wat wij wensen. Nu, wat dat gebruik van van PSFrag betreft, heb ik hier een voorbeeldje. Het volstaat dus om PSFrag op zo'n EPS-figuur los te laten. Het enige wat u daarvoor moet doen is de package, use package PSFrag plaatsen. In de preamble van het LaTeX document. En het gebruik zelf van PSFrag is heel simpel. Eigenlijk is het gewoon dit commando. Het enige wat u doet is zeggen: verander de string VI of R1 of wat dan ook, een heel simpele tekstkring. Vervang die door een LaTeX constructie. En we kiezen in dit geval bijvoorbeeld voor U_I. En in LaTeX syntax betekent dat dat de I als subscript voor de U zal geplaatst worden. Maar voor hetzelfde geld plaatst u ook een heel ingewikkelde formule met integralen en haakjes en wat dan ook. Dus het enige wat u moet doen is de figuur die een EPS figuur is plaatsen binnen de figure environment en dat doet u met include graphics. In dit geval was het voorbeeld rcldf en de extensie daarvan zal zijn rcldf.eps. Dus de extensie is .eps, maar die hoeft u hier niet meer op te geven. Nu, terug naar XFIG. De andere functies van XFIG spreken eigenlijk voor zich. U ziet aan de iconen dat u gebruik kan maken van pictogrammen om te spiegelen, te roteren, te groeperen tot één grotere component enzovoort. Bovenaan staat trouwens ook altijd rechtsboven wat de functie van de verschillende muistoetsen met als middelste muistoets het scrollwiel is. Interessant voor ons kan ook zijn het plaatsen van spanningspijlen. Dat doe je door dus een lijnsegment te tekenen en dan heeft u speciaal pictogram voor het plaatsen van pijltjes, wat heel handig is als we spanningen in schema's willen aanduiden. Oké, ik hoop dat dit volstaat als eerste kennismaking.